grote letters. Mary, heb je ooit op een gebouw geschilderd? Nee. Met licht? Eerst. Ik heb wel graffiti gedaan laatst. Oh yeah. Voor een vrijgezellig feest. Oké. Okay. Ja. En was het een tekening of woorden? Het waren letters. Letters. Ja, van mijn ouders en mijn zusje. Ja. Hey, en dat is eigenlijk wel mooi, hè? Want hoe voelt het als je iets aan het doen bent met elkaar? Iets met creativiteit. Wat is daar bijzonder aan? Leuk, de samenwerking, de team en betrokkenheid. Dat zie je dan veel terug. Ja. En van elkaar leren. Ja. Dat is echt het moment. Dan via enquêtes, dat is meer face-to-face. En ik kan elkaar gewoon op dat moment ook vragen stellen of feedback geven. Ik vind dat ook veel meer... diepgaander. Ja, diepgaander dan dat je gewoon alleen een mail of enquêtes of een vragenlijst spreekt. Nou ja, en dat is wat cultuur en creativiteit, ook een graffiti is ook creativiteit en cultuur. Ja. Dat is wat het kan doen. Ja. Dat je mensen ontmoet elkaar op een andere level. Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik weet... Nou, hey! Overlast! Oh, wat goed! Overlast! Nee, ik heb niet helemaal... Maar dat vind ik wel grappig, dat je nu... Jij bent het gebouw nu aan het overlasten, hè? Dat is echt, hè? Zo kan je het ook bekijken, inderdaad. Ja. Als je nu ziet over, dan denk je ook over het vecht. Ja, kan ook. Ja, denk je zelf. Maar dat is dus wel wat we willen aangeven met deze manifestatie. Is dat als je... Nou, er komt overlast te staan. Overlast en dan... Serieus? Jammer. Jammer, oh ja. Ja, maar dit is...